als Ajax zijn, dan moet je kampioen worden. En dat worden we dit jaar niet. En ja, dat is verschrikkelijk. Maar het is nog te vroeg om Feyenoord te feliciteren. Zeker weten, ja. Joël Veldman vond het nog wat te vroeg om Feyenoord te feliciteren. Kunnen jullie dat wel? Nee, ik ga Feyenoord überhaupt niet feliciteren. Niet feliciteren, nee. Ik ga het überhaupt niet feliciteren. Met Schöne, die was niet helemaal niet, was niet in zijn. En dat vond ik hem tegen Schalke ook al niet. Eén ding, jullie kunnen jezelf niks verwijten. Jullie hebben 90 minuten voor gekropt. Dat wel, maar ja, dat voelde je vandaag even niet zo. Dat geloof ik. Je met 120 minuten voetbal afgelopen donderdag in je poten en zondag toch nog zo'n performance neerzetten. Prima. Ik kan alleen maar trots op zijn. Prima. Niks mis mee. Nu even vrij. Ja. Dat is wel even goed. Batterij opladen. Ja. Goed. High time, man. Hey, wat vonden jullie van het PSV-publiek? Die gaan dan zingen helemaal niets in Amsterdam. Ja, volgens mij staan ze derde. Volgens mij hebben ze helemaal niks. Geen KNVB-beker, geen Europacup, helemaal niets. Weet je, het is Calimero-volk. En dat zal het altijd blijven. Het is te triest verloren. Dit seizoen is dan mislukt als we weer... Dat weet ik niet. Als je in die Europacup die finale plek niet haalt, dan denk ik dat je het als mislukt moet beschouwen. Maar als je kijkt hoe Ajax nu voetbalt, nou ja, denk ik dat je waardig stapjes hebt gemaakt. Ja, maar ja, goed. Maar Kokkie, jij vindt het dus geen mislukt seizoen? Nee. Life goes on, opla die, opla daar. Ik bedoel, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Laten wij nou maar gewoon in de Europa League doen. Vind ik goed. Maar we moeten niet met z'n allen gaan doen alsof we nu even, nee, dat hoor je mij even niet die zeggen. Fransen zo even aan de kant poetsen. Want nee, dat gaat echt niet gebeuren. Dat hoor je me ook niet zeggen. Gewoon die Europa League, geloof me nou. En op een of andere manier heb ik daar een, ik weet het niet, heb ik daar gevoel over.